met elkaar door, want het laatste woord is er natuurlijk niet over gezegd. Veel partijen willen dus dat u langer doorwerkt, dat u pas AOW krijgt vanaf uw 66ste of 67ste. SP en PVV zijn daar fel tegen. Oudere Nederlanders moeten wat hen betreft, dus wat de SP en de PVV betreft, blijvend vanaf hun 65ste AOW ontvangen. Hoe wil de PVV de AOW betaalbaar houden? Onder andere door 20% van de ambtenaren te ontslaan. Wat vindt een oudere ambtenaar van dat PVV-standpunt? Hier staat Hans Maschhaupt. Maar ik heb het met hem vooral natuurlijk ook over doorwerken naar je 65ste. En tegenover hem staat Fleur Agema opnieuw voor de tweede keer. Even maar ter vreemde vraag, u bent 68, werkt u nu nog? Ik werk op het ogenblik niet, tot mijn grote spijt. Ik ben gepensioneerd op mijn 65 jaar wegens het bereiken van die leeftijd. Daar was ik het niet mee eens. En wat bent u toen gedoen? Toen ben ik gaan procederen. Toen heb ik een Ik wil door. En ja. U bent naar de rechter. En vorige week is de uitspraak gekomen. Nou, ietsje langer geleden. Maar de uitspraak is gekomen van de hoogste rechter in ambtenarenzaken. En wat zei die? En die zei dat dit leeftijdsdiscriminatie is. En dat ik mag doorwerken. U gaat door. En dat ga ik ook zeker doen. Ik heb sindsdien ook al een gesprek met mijn departement gehad. En we zijn in zeer positieve wijze bezig om daar weer terug te keren. Belangrijke vraag is, dan had u... Had u zwaar werk? U werkt op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ik fiets daar wel eens langs en dan denk ik, zou het zwaar werk zijn? Dat hangt er heel sterk vanaf. Mijn werk was niet zwaar. Ik werk met het hoofd. Ik schrijf wetten. En dat is fysiek helemaal niet zwaar. Maar er zijn op Verkeer en Waterstaat sluiswachters, bruggenwachters, mensen die wegen aanleggen. Talrijke mensen die ook zwaar werk doen. Nou, dan gaan we eens naar mevrouw Agema. Dit is toch de ideale burger? Het is fantastisch als iemand die boven de 65 is, die wil werken, dat vrijwillig doen, wil doen. Dat is prachtig. Maar de realiteit is anders. De realiteit is dat van de 63 en 64-jarigen op dit moment nog maar 13-14% werkt. Dus een heel erg groot deel van de mensen werkt niet meer op die leeftijd. En wij vinden dat mensen op hun 65e met pensioen moeten mogen gaan. U ook, als u dat had gewild. En wij vinden dat die mensen niet tot het uiterste gedreven moeten worden, langer door moeten werken, nog verder uitgeperst. 65 is 65. Nee, Marcel. Ja. U zegt dat mensen moeten, mogen doorwerken tot hun 65. Als u dat wil, fantastisch. Maar er zijn heel veel mensen die niet eens de 65 halen. 85% van de mensen stopt voor zijn 65ste met werken. Wij willen niet dat die 15% van de mensen die dan overblijft, goed, gedwongen wordt om door te werken. Punt. Maar als u het vrijwillig vindt, vind ik dat top. Goed. Ja. Wat vindt u van het standpunt van de PVV? Nou, ik vind het standpunt zeer achterhaald, ouderwets. Ligt dat eens toe? Omdat als u weet hoe de AOW gefinancierd wordt, dat is een omslagstelsel. En we hebben dat in 1957 ingevoerd. En toen waren er heel veel werkenden die dat opbrachten voor de generatie boven hen. Het stelsel is eigenlijk dat iedere generatie werkende de AOW opbrengt voor de generatie boven hem. En was er afgesproken, als we al met z'n allen ouder worden, dan gaat die leeftijd omhoog? Dat was aanvankelijk in het wetsvoorstel, zoals dat door Suurhof was onder het kabinet Drees was ingediend, was ook de bedoeling dat dat de AOW-leeftijd met de levensverwachting mee zou stijgen. Dat is er toen uitgehaald. Ja. En sedertdien is die 65 min of meer heilig verklaard. Ja. Onder andere door uw partij. Historische uitleg jonge Nederlander. Hier spreekt nou echt een ambtenaar. Wetten, regelingen, hoe was het toen? De praktijk is anders. En u zag het hier bij die drie sprekers, bij die drie gasten voor u. De een wil graag, staat een aantal jaren langs de kant. De ander zorgt voor een partner die ernstig ziek is. Mensen die zijn, als het, op het moment dat ze 65 zijn, mogen ze van ons van hun pensioen gaan genieten. Van hun kleinkinderen en van hun hobby's. En wat dat betreft, daar staat de PVV vierkant voor. Even naar. Meneer Maschhaupt, een van de standpunten van de PVV is 20% van de ambtenaren eruit. Wat zou u daarover
om mede die AOW te financieren. Wat zou u daarover tegen mevrouw Agema willen zeggen? Nou, ik zou willen vragen, aan welke ambtenaren denkt u? Denkt u aan alle? Er zijn maar 950.000 in het land. Denkt u aan alle ambtenaren? Of denkt u aan speciale categorieën? Ik noem... reactie. Geef me een reactie. Wij denken aan rijksambtenaren. En dan gaat het dus niet om de mensen die bijvoorbeeld werken bij de politie. Want daar komen er per saldo 10.000 bij. En ook in de zorg 10.000 erbij. Dus vooral ambtenaren op ministeries. Ja, dat komt omdat de overheid wet op wet bedenkt. Regel op regel bedenkt. De betutteling in ons land is enorm groot. En wij denken, als we nou die ambtenarij wat verkleinen en dan natuurlijk niet de mensen van de een op andere dag op straat zetten, want zo'n partij zijn we niet. We zijn een sociale partij. Wij zorgen ervoor uiteindelijk dat het een rustige afvloeiing is. Dan vinden wij dat rijksambtenarij best wat kleiner kan. Iedereen, we betalen er met z'n allen heel veel belasting. U bent het daar niet mee eens, die 20%. Bij de rijksambtenaren heb je het over 120.000, 125.000 mensen. En daar zou je dus 12.500 ongeveer vanaf willen halen. Verreweg de meeste van die mensen, dat zijn gewoon uitvoerende mensen die inspectie doen. We hebben bijvoorbeeld bij de Belastingdienst hebben we zo'n bezuiniging gehad. De overheid geeft miljarden uit aan externe. Het is wel eens genoeg geweest. Dat zou moeten stoppen, dat ben ik van harte met u eens. De overheid mag wel wat minder, daar kiezen wij voor. En we hebben het tuentje al gehoord. Het gaat snel voorbij, hè? Ja. Eigenlijk te snel in dit verband, maar toch. Okay. Dank u wel. Ja. Dank u wel.